Mensen lopen hier gewoon over straat alsof hier niks aan de hand is. Wat, kijk, prikkeldraad op dit hek. Prikkeldraad? Waarom zijn hier zoveel mensen? Oh, wat een heerlijke dag was dit weer om een mooi aantal business deal te sluiten. Niet helemaal volgens de normale wetten hoe het hoort, maar het... Hey, yo! Hey, Dylan. Godsamme, ik ben alles af geweest. Ik ben elk huis van je af geweest. Ik ben overal heen geweest. Ik was naar je op zoek. Waar was je? Oh, ik kwam net uit industrie. Ik was gewoon even bezig met wat zaken. Gewoon hier en daar wat gesprekken, wat dingetjes regelen. Geld moet natuurlijk gewoon rollen wat dat betreft. En ik ben nu op weg naar huis. Het is net 5:30 geweest. Even lekker koken en dan lekker rustig aan. Nou, ik denk dat je dat koken even moet laten gaan. Ik heb hier anders wel wat eten voor je, alsjeblieft. Het zit zeg maar zo... We zijn op de deadline en... Wat je bedoelt, nu, vandaag, wat, morgen, wat, wanneer? Ja, nee, vandaag, vanavond. En ik heb helemaal niemand. Helemaal niemand die ik kon vinden. Je bedoelt het workcontract? Ja. Dus we moeten betalen. Heb je al iets van hem gehoord en wat dan ook? Of heb je hem al gemeld? Nee, dat is juist het gekke. We hadden dit afgesproken en ik heb nog helemaal niks van hem gezien. Dus jij voor de zekerheid wil je gewoon het geld vast hebben? Ja, eigenlijk het liefst wel. Kijk, we kunnen het wel verkopen, maar ik heb meer tijd nodig. Het kan niet zomaar. Het is een groot aantal. Dan moeten wij naar die gevaarlijke stad. Hoe heet dat? Wastelands heette dat? Of dat heet tegenwoordig heet dat anders? Ja, volgens mij heet dat tegenwoordig... Woodsprings? Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet echt vandaan kom of heb gezien hoe ik daar kom. Weet jij de weg? Weet ik de weg? Ik kom net uit Industrial. Ja, volgens mij moeten we naar Industrial toe. En via de trein van Industrial kun je volgens mij met... Ja, ik wil even ook een avondje vrij. Goddomme man. Ja, sorry. Ja, sorry. Jij bent... Oh. Ik heb mijn best gedaan om iemand te vinden, maar... Niet goed genoeg. Ja, nou... Het is ook niet zo heel makkelijk, hè? Ik kan niet zo open op straat geroepen wie wil de 20 kilo coke kopen. Zullen we lekker hieruit naar het station met allemaal camera's, joh? Oké. Zo, dan meet het. Oké, daar is wel een camera. Oké, via hier. Dus, en dan moeten we hier weer terug en dan moeten we de trein pakken naar Woodsprings. Oh, ik heb hier zo geen zin in, hè? Deze kant op. Nee, ik volg je wel weer, hoor. Min 4 is die man. Ik ga hierna wel meteen door naar huis, hè? Ja, logisch. Ik handel het wel af. Jij moet niet... Ja, zeker handel jij toch? Ik heb hier helemaal niks mee te maken. Welke kant op? Ja, deze kant denk ik. Een van deze treinen moet het zijn. Maar we gingen naar het Woodlands toe om fucking geld te halen. Echt, ik word zo... Dit is hem. Deze trein stopt nu Woods. Ook dat Woodlands. Woodsprings. Geen idee. Ja, Woodsprings. Oké, we zijn er. Welkom in Woodsprings. Alleen... Verkeerde kant, u kunt random gecontroleerd worden. U kunt random gecontroleerd worden ingang stad. Oh jezus, random gecontroleerd. Ik heb iets op zak. Ik heb van alles op zak. De poort is open. Oké, gewoon er doorheen. Doorheen. Oké. Oh jezus. Is dat een reclamebord? Pas op, het is hier gevaarlijk. Tussen 8:00 en 6:00 gelden er geen wetboeken in Woodsprings. Oké, Dylan, we hebben 2,5 uur de tijd. Nee, 1,5 uur. We hebben 2,5 uur. 2,5 uur, 1,5 uur. Ik weet het allemaal niet eens meer. Laten we maar. Het is heel druk. Maar nou moeten we dus via hier ergens. Ja, ergens moet. Ja, maar waar? Dit is zo veranderd. Ik durf niet te zeggen. Ik durf echt niet te zeggen of ik hier mijn huis weet te vinden op het moment. Mensen lopen hier gewoon over straat alsof hier niks aan de hand is. Wat, kijk, prikkeldraad op dit hek. Prikkeldraad? Waarom zijn hier zoveel mensen? Waarom lopen mensen hier alsof het hier leuk is? Is dit niet... Nee, dit is niet jouw huis. Dit is absoluut niet mijn huis, maar dit is voor mij wel de brug waar we overheen moeten. We moeten sowieso over water heen. Ik ga gewoon hier de weg af, hoor. Ik ga gewoon hier de weg af. Okay, ja, ik ook. Ik heb hier echt oprecht geen zin in, hè. Dit is helemaal veranderd. Er zijn hier echt kasten van huizen. Het is hier ontiegelijk. Oké, volgens mij is dit wel de kant op, trouwens. Denk je? Ja, dit ziet er wel zo naar uit. Oké, dan red ik maar gewoon door. Hier zijn die bergjes weer en zo, weet je wel? Ja, maar dit zijn altijd overal bergen geweest hierin. Ja. Toen het nog Wastelands heette. Ik weet de weg hier oprecht niet. Ik weet het ook echt niet, man. Hoe lang hebben we nog ervoor? We hebben nog best wel een tijdje. Nee, ik bedoel voordat wij een kogel in ons kop krijgen. Het interesseert me niet hoe lang we hier mogen zijn. Het is vanavond, klokslag 12. Klokslag 12?
Yep. Oké, dan heb ik nog heel eventjes om mijn huis te gaan zoeken. Moeten we dan misschien deze kant... Ik durf het echt niet te zeggen, hè? Ik zou het echt niet weten. Ik weet het ook echt niet. Want dit is helemaal veranderd. Het begin alleen, want daar ben ik helemaal door gedesoriënteerd. Ik klim hier gewoon deze berg over. Ik hoop dat ik iets herkenbaar zie. Een herkenbaar punt, een herkenbare berg of iets in die trend. Dit is ook helemaal voorgebouwd tegenwoordig. Ja, en het was eerst zo open en ja... Wauw, het is hier... Ik zie daar gewoon een kerk met een kruis erop. Wacht even, was het niet achter deze ding dat ik hier op ging schieten, zeg maar? Ik durf het echt niet te zeggen op het moment. Ik zie hier weer een enorm groot huis. Dit lijkt er wel meer op, maar ja, het lijkt allemaal op elkaar. Er zijn hier nog meer huizen hier. Ach, Jezus. Hè? En hier is weer de hele zij... Ik vind dit heel raar. Heb ik überhaupt hier nog wel een huis, begin ik me bijna af te vragen. Ja, het lijkt net of ze met een sloopkogel eroverheen gegaan zijn, maar... Ja, maar oprecht. Hè? Waar zijn überhaupt voor de rest alle bergen gebleven? Ze hebben alles zo'n beetje hetzelfde niveau gemaakt. Moet je dit zien? Dit is een heel dorp wat hier inmiddels staat. What the fuck? Oké, ik weet niet of we bij ons geld kunnen komen op deze manier. Ik denk dat we anders een andere optie moeten doen. Hier wonen ook echt allemaal mensen oprecht. Ja, maar waar moeten we zijn? Waar moeten we zijn? Hier woont Mika. En hier woont... Daphne Phantom of iets, weet ik veel wat. Hè? Dit lijkt er niet eens meer op, hè? Nee, echt. Want hier staat een los huis. Is dat hem? Nee, zo zag mijn huis er niet uit. Zo ziet mijn huis er niet uit, toch? Nee, dit is mijn huis oprecht niet. Dit bevalt me helemaal niet. Nee, mij ook niet. Ik weet echt, ik sta versteld. Het is hier zo veranderd in zo korte tijd. Ik weet niet meer waar we heen moeten. Ik kan het hier nog proberen dat dit misschien iets is wat erop lijkt, maar ook niet, hè? Nee. Nee, ja. Lijkt er ook absoluut niet op. Ben ik dan oprecht nu gewoon mijn huis kwijt door het hele nieuwe gebeuren hier? Wat is sowieso Wood Springs, like... Ja, de naam is zelfs veranderd, maar is alleen de naam veranderd of hebben we ook geen huizen meer hier? Ja, ik weet het echt niet. Ik zou het niet durven zeggen. Zijn er ook allemaal rare duivelse torens inmiddels? Maar dit betekent wel, als we het huis niet vinden, zijn we 500.000 kwijt, hè? Een half miljoen. We moeten het huis vinden, maar... Ik zou het niet weten. Ik zou het oprecht niet weten. Ik weet het ook niet. Misschien hierachter kan... Nee, dit ziet er ook niet herkenbaar uit. Ben je nog wel bij me in de buurt? Nee, ik loop een stukje. Je loopt iets sneller als mij. Oh, je bent hier, oké. Ik ben bang dat wij niet mijn huis gaan vinden. Wacht even, is dit... Dit komt me bekend... Nee, ook niet, want er komt opeens een heel gebouw achter te staan. Nee, ik kan me ook niet herinneren dat het zo dicht bij de grens was. Ja, misschien dat ze die berg hebben weggehaald dat het zo lijkt in één keer, maar... En elk huis lijkt er ook op, hè? Het lijkt allemaal op mijn huis, maar dan loop je er langs en er staan de naam op waarvan je denkt van... Nou, ik weet het niet hoor. Hoe gaan wij in godsnaam dit geld regelen op deze manier? Ja, ik heb geen flauw idee. We hebben nog tot vanavond. Ja, maar de bank ga ik nou niet meer op tijd het geld krijgen. Dat is één wat zeker is. Kijk, ik heb nog wel ergens geld liggen. Je hebt nog ergens geld liggen. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat ik me kloten voel als ik niet mijn 500.000 hier uit deze stad weet weg te halen. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit voelt dus een 500.000 verlies. Ja, dat moet toch nog wel ergens staan. Ze kunnen toch niet zomaar een huis plat gooien? Nee, maar het is denk ik meer dat alles wat er omheen is gebouwd, dat we hem daardoor niet meer zien. Want hier staat in één keer een hele stad. Ja, misschien is het gewoon een van die huizen midden in... Je weet het niet. Misschien is hier een van deze huizen hier, maar ik... Wauw. Ja. Ja, wat kan je ervan maken, hè? Wat kan je ervan maken? Ik... Nou, ik zou het oprecht niet weten. Ik denk dat wij hier maar eens even rond moeten gaan kijken. Want ik ga dat 500.000 vinden. Oké, Dylan, volgens mij heb ik de weg gevonden. Ik herken dit nog wel van waar we eerder zijn geweest. Voor mij moeten we nu deze kant op en zit achter deze bergen eindelijk het huis. Oh, we hebben zoveel moeten rondrennen hiervoor. Maar als dit klopt, hebben we wel in ieder geval 500.000 terug. Oh, dat zou echt fijn zijn. Oh. We zijn nu al best de tijd aan het zoeken. Oh, behoorlijk lang. Even kijken hoor. Ja, kijk, daar staat hij gewoon. Ik zei toch al, het klopt niet. Alles is voorgebouwd. Mijn huis ligt gewoon afgelegen. En dit is hem. Ik herken hem gewoon uit duizenden. Gewoon meteen, bam, mijn huis. Ik denk, het is haast onmogelijk dat ze zomaar
Het gewoon helemaal ja, plat leggen, dat zou je niet kunnen. Maar als je ook hier om je heen kijkt, qua plot, hier ligt een plot, daar ligt een plot. En voor de rest, weet je, het is allemaal gewoon rustig hier. Ja. Oké, wauw. Nou, kom verder zou ik zeggen. Hè? Ja, kijk even op zoek naar het geld en dan moet het helemaal goed gaan komen. Eerst even deze kist. Nee, hier zit mijn gun wel in. Die neem ik dan maar even mee met de kogels. Oké, geen geld. Hè? Ik had het echt volgens mij in die kist gedaan. Deze kist dan misschien? Hier liggen alleen maar mijn wapenstokken in. Wat bedoel je, dit? Zo, wat bedoel ik dit? Hoe kom je nou weer aan dat geld? Ja, het zat in die kist. Alleen, ja, je lette niet goed op. Ik had het al gepakt voordat jij überhaupt in die kist zat. Maar ik... Eerst het huis, ik denk van waar is mijn huis? Vervolgens het geld en... hoeveel geld heb je? Hoeveel is het? 500.000. Geef ze aan mij. Geef ze aan mij. Laat me het natellen, laat me het natellen. Alsjeblieft. Kijk, dan maak ik samen, maak het 100. Dan maak ik samen, oké. Goed, verder met het geld heb ik nu vrijwel niks te maken. Ik geef het geld nu aan jou. Gaan we zo meteen gaan we dus naar de portalen toe. En dan, of naar de portal, naar de trein. Ik weet tegenwoordig allemaal heet hier. De Wood Springs. En dan gaan wij zorgen dat we het geld gaan afleveringen. Wacht, ik moet deze kist goed afsluiten. Je liet me echt schrikken dat jij eventjes gewoon die fucking 500k had gejat.